Met onze faculteit dragen wij met volle overtuiging Mark van Loosdrecht voor een eredoctoraat van de Universiteit Gent. Mark van Loosdrecht is eigenlijk een echte bio-ingenieur. Hij deed zijn studies aan de Universiteit Wageningen, waar hij ook zijn doctoraat behaalde. Vervolgens werd hij dan verbonden aan de Technische Universiteit Delft, waar hij aan het hoofd staat van de door hem opgerichte onderzoeksgroep Milieubiotechnologie. Mark van Loosdrecht is als milieutechnoloog wereldvermaard. Zijn onderzoek naar het gedrag van gemengde culturen van bacteriën onder dynamische condities heeft eigenlijk geleid tot nieuwe manieren om afvalwater te zuiveren en om waardevolle stoffen te herwinnen uit afvalmateriaal. De manier waarop hij vanuit dat fundamentele onderzoek naar de praktijktoepassingen gaat, is uniek. Bijvoorbeeld de opheldering van het metabolisme van bacteriën die fosfor uit afvalwater verwijderen. Een ander voorbeeld, de erkenning van het belang van opslagpolymeren bij het dynamisch gedrag van gemengde culturen van bacteriën en dan het aanwenden van die opslagpolymeren voor de productie van bioplastics. Mark van Loosdrecht is ook een van de grondleggers van de ASM-modellen, de actief slipmodellen, die eigenlijk de basis vormen, de referentie zijn voor het modelleren van biologische conversies in waterzuiveringsinstallaties. Daarnaast heeft Mark van Loosdrecht ook meer dan 30 patenten op zijn naam voor de ontwikkeling van nieuwe reactor- en procesconcepten. En dat zijn niet de minste. Een voorbeeld is de toepassing van de Anammox-bacterie voor de verwijdering van stikstof in de vorm van ammonium uit afvalwater. Een ander voorbeeld dat tegenwoordig heel veel in beeld komt, of veel in de kijker loopt, is de toepassing van het Nereda-proces. In het Nereda-proces groeien de bacteriën in korrels. We hebben eigenlijk korrels waarin in de verschillende laagjes verwijdering plaatsvindt van koolstof, stikstof en fosfor. Die laagjes stemmen overeen met de tanks in een klassieke waterzuiveringsinstallatie. Maar doordat alles in één korrel gebeurt, moet er niet gepompt worden tussen de verschillende installaties. Al meer dan 20 jaar zijn er samenwerkingen tussen de groep van Mark van Loosdrecht aan de TU Delft enerzijds en de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent anderzijds. Al 15 jaar hebben we samen onderzoek verricht naar innovatieve processen voor stikstofverwijdering uit afvalwater. Recent bestuderen we ook hoe we de emissies van broeikasgassen uit waterzuiveringsinstallaties kunnen terugdringen. Los van zijn excellente wetenschappelijke prestaties verdient Mark van Loosdrecht wat mij betreft ook een bijzondere waardering voor de fantastische manier waarop hij zijn mensen begeleidt. Samenwerken met Mark is eigenlijk zeer prettig. Hij is een zeer gedreven wetenschapper met uitzonderlijk goede ideeën waar hij ook nog eens zeer open over is.